Hallo, ik ben Axel. Welkom terug bij het dagelijkse blogsupdate update van vrijdag 5 april 2024, waarin we voor de laatste maal deze week in ieder geval uh, gaan kijken naar de belangrijkste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Subscriben, dat is de gratis tip voor vandaag. Doe dat even op het YouTube-kanaal en het Spotify-kanaal van Blogs. want daarop vind je deze updates dus iedere werkdag terug. Vergeet dan zeker niet even de meldingen aan te zetten. Ik ben er altijd als allereerste bij wedstrijd van start met onze eigen Bitcoin halving counter natuurlijk terug te vinden op woeiablogs.com en dan zien we op dit moment dat we nog maar ruim 14 dagen verwijderd zijn van de Bitcoin halving waarvan de schatting, uh, de meest recente schatting nu is dat die op 20 april dit jaar natuurlijk gaat plaatsvinden om 1 over 10 in de ochtend. En dat zou dus nog een ruime 14 dagen duren voordat het zover is. Nou, de effecten die zo'n bitcoin halving uh, gaat hebben. Als we naar de vorige keren dat die heeft plaatsgevonden gaan kijken, zijn op de lange termijn uiterst positief. In de periode daaraan voorafgaand, de nou, drie, vier weken voorafgaand aan de halving, is het vaak wat bewegelijk. De koers zien we hier en daar ook nog wat stevige correcties. Dat plaatje hebben we nu een beetje in het klein ook al gezien. Uh, ook al. Als we bijvoorbeeld naar Bitcoin Cash gaan kijken, kan het ook anders. Want daar hebben we deze week al de halving gehad. En als we hier op CoinMarketCap gaan kijken naar het bereik van de afgelopen maand, zien we dat we juist in die periode vooraf gaan dus aan de halving een hele mooie plus hebben gezien. Dat we hier vanaf het dieptepunt, dat we zo'n beetje op 20 maart hebben genoteerd, een hele mooie opwaartse beweging hebben gezien en daarmee van een 350 dollar weten op te werken. Naar bijna 700 dollar. Op dit moment handelt Bitcoin Cash op een 688 dollar. Uh, en heeft het daarmee dus erg goed gedaan. Juist in precies die periode voorafgaand aan de halving. Die daar op dit moment dus in goede orde is afgerond. Nou laten we hopen. Uh, lijkt niet op basis van de data uit het verleden. Maar dat het voor Bitcoin ook ditmaal kan gaan gelden. Uh, als we dan ook maar direct gaan kijken naar het bereik van Bitcoin in de koersen, koersen op TradingView.com, dan zien we op dit moment dat het nog niet helemaal die kant op wijst. Uh, we minnen vandaag tot zover met 2,2%. Uh, dat betekent dat je net iets meer dan 67.000 dollar per Bitcoin moet betalen. Het bereik van vandaag ligt van een 68.7 tot zo'n 66.3. Uh, dat is het handelsbereik dat we hebben gezien. Maar op het grotere plaatje zien we wel een aantal bijzondere dingen gebeuren. Zo hebben we überhaupt gezien, als we even gaan kijken naar de data van gisteren, nog even bij het wat kleinere plaatje blijven dus, dat we ook mooi kunnen plussen. 3,86% in het groen dat we er aan het einde van de handelsdag van hebben weten te maken. En daarmee gebeuren er een aantal bijzondere dingen. Zo hebben we hier deze supportlijn weten vast te houden. Dat gaat voor zometeen een belangrijke lijn zijn. ...hebben we daarmee ook opnieuw een serieuze poging gedaan om de 69.000 dollar te doorbreken. De oude all-time high natuurlijk, want het hoogtepunt van gisteren ligt op 69.328. En zijn we daarmee ook weer serieus in de buurt gekomen van deze supportlijn Die veel oudere, die van uh, 7 februari is dat. Maar dat we uh, hier op 2 april doorheen zijn gezakt. Hiermee hebben we toch weer een redelijk serieuze poging gedaan om in dat gebied terecht te komen... Maar is uiteindelijk afgewezen. Dat blijkt dus uit de beweging van vandaag, nu we dus uh, terug naar beneden aan het zakken zijn. Daarmee blijft die 69k nog een stevige resistance die we voor nu nog niet weten te overwinnen. Maar in het algehelere plaatje hier van die dagkendels zie je dus wel dat we in deze driehoek geperst worden. Daar zitten we dus al een tijdje in. De bovenkant hier kun je tekenen vanaf ongeveer halverwege maart. De onderkant vanaf de 20ste. Ja, en dan zie je die lijnen toch naar elkaar toe aan het bewegen zijn. Dus het bereik, het hele bereik van de Bitcoin koers wordt daarmee steeds kleiner. We komen echt in de punt van deze driehoek terecht... waar dus wel een aantal zaken gaan samenkomen... zoals deze lijn die nu nog een resistance is... en die belangrijke 69.000 die hier al een veel langere periode... een rode draad als het ware vormt rondom de hele koersontwikkeling van Bitcoin. Als we hier verder die punt in gedrukt gaan worden... Kunnen we daarna misschien wel wat vuurwerk gaan verwachten als we hier zien een mooie opwaartse beweging uh, dan deze uh, kleinere beweging in dit puntstuk. Van stel dat we weer een mooie opwaartse beweging bij een uitbraak naar boven toe mogen gaan verwachten, ja, dan kan het wel weer eens hard gaan en dan zouden we dus in ieder geval snel boven deze lijn uit moeten komen en dan liggen de all-time high niveaus natuurlijk weer redelijk binnen handbereik. Uh, maar ja, voor nu is dat dus nog niet zo ver aangezien we hier ondergedrukt zijn. Ook het risico natuurlijk dat we hier een negatieve uitbraak gaan zien. Nou, dan hebben we hier een grote lijn in ieder geval nog liggen rondom uh, dat moment dat het zou gaan gebeuren, rondom de 60k iets al onder deze supportlijn. En hebben we hier dan ook nog de 50 daagse moving average, die dan zo rond de 64.000 dollar uh, zal gaan liggen. Maar dit is de beweging uh, tot nu toe. De beweging voor vandaag is dus negatief. Het wordt al met name spannend om te kijken of dat we dus deze supportlijn weer kunnen gaan vasthouden en daarmee. Binnen het bereik van deze huidige formatie kunnen blijven. Ja, dat zullen we dus nog even moeten gaan afwachten. Uh, de negatieve Bitcoin-beweging die we nu zien, heeft dat dan nog iets te maken met de ETF-flows? Nee, dat lijkt niet direct het geval. Want als we even gaan kijken naar de data, zover die nu beschikbaar is, van gisteren hebben we opnieuw een mooie plus te pakken. Een inflow van 106,8 miljoen dollar. Uh, ook hierin valt weer één ding op. Namelijk de outflow bij Grayscale, die opnieuw erg laag is. Die ver onder de gemiddelde outflow ligt. Gisteren 79,3 miljoen dollar noteerde. Uh, en daarmee is eigenlijk deze hele week, uh, de eerste handelsdag, even achterwege gelaten. Een best wel uh, milde week wat betreft de outflow bij Grayscale. Want meestal zien we enkele honderden miljoenen noteren. Dat hebben we nu dus alleen op de eerste van april gezien. En daarna blijft het allemaal ver daaronder. En lijkt dat dus een beetje tot rust te komen. Tegelijkertijd zien wij hier dat uh, gisteren BlackRock opnieuw de grootste is geweest wat betreft de inflow. Moet ook weer opnieuw de kar zo'n beetje in er eentje trekken met de 144 miljoen aan inflow. Waar de overige fondsen die iets hebben gedaan, nou ja 3 miljoen, 15 miljoen, 11 miljoen, 12 miljoen. Dan moet je aan dat soort niveaus gaan denken. Dat is in ieder geval de eindbalans voor gisteren. Dus opnieuw hebben we een positief resultaat en hebben we een inflow gezien. Zullen we nog even uh, verder gaan kijken naar de algehele markt. Uh, wat zegt dat over het sentiment? Nou, dat is nog steeds positief, want de Fear and Greed Index is weer iets aan het toenemen. Staat nu op zo'n 75 en is daarmee weer meer richting de Extreme Greed kant aan het bewegen die we vanaf de 80 gaan zien. Maar de markt is dus nog steeds optimistisch en positief. En dat eenduidige beeld zien we nog niet zo goed terug op CoinMarket. Ik heb in de top 10 overzichten. Want ja, voor Bitcoin geldt dat we rondom die 67k aan het handelen zijn. Hebben we er overigens ook nog een uitschieter naar boven toe gezien. Daar gaan we zo meteen nog verder naar kijken. Voor ETH noteert het op dit moment allemaal rood met een 3270 dollar. We zien dat BNB. Nou ja, de ze uur een klein plusje weten laten zien met 578 dollar nog steeds op een prettig niveau staat. Maar op de iets langere tijdframes op de 24 uur en de 7 dagen ook gewoon nog rood noteert. Zelfs voor Solana is dat op dit moment weer aan de gang. Die de afgelopen 24 uur stevig heeft moeten inleveren. Dat zegt de uitschieter naar beneden toe in deze. 7,3% ruim komt daarmee nu uit op 172 dollar. Uh, voor XAPI geldt weer een omgekeerd plaatje. Die heeft juist de laatste uur en 24 uur een klein plusje mogen noteren. Komt nu op 57 cent uit. Uh, heeft veel hoger gestaan. Dat heeft veel te maken gehad met groot nieuws dat vanuit Ripple naar buiten is gekomen. Daar gaan we ook zo meteen nog verder naar kijken. Dogecoin 17 cent. Niet verkeerd, maar toch 5% ruim lager dan 24 uur geleden. Dus ook daar een uitschieter naar beneden toe. Cardano 56 cent. En een nieuwe nummer 10 in de top 10. Toncoin komt hier namelijk binnen ten koste van Avalanche en dat komt dankzij deze groei. Op weekniveau van 6,14%, op 24 niveau van 3,5% en zelfs op uurniveau van 0,36%. En men weet Toncoin namelijk ruim boven de 5 dollar uit te komen. 5,22 per stuk op dit moment en daarmee dus een nieuwe hackersluiter voor de top 10. Verder naar uh, belangrijke berichten zoals uh, bijvoorbeeld dit. Bitcoin heeft even een mooie piek gezien. Ook al is daar nu niet alles meer van over, maar heeft zich even naar de 69.000 dollar dus toe weten te werken. En dat valt uh, mede op. Nou ja, allereerst omdat het een plus was van maar liefst 4.000 dollar in vrij korte tijd. Maar ook omdat we ondertussen juist zagen dat de Amerikaanse aandelen vrij slechts presteerden. SP 500 en Nasdaq 100 bijvoorbeeld, beide zo'n 1% in de min afgesloten uh, gisteren. En juist op die momenten zag je Bitcoin uh, best wel gunstige positieve resultaten neerzetten. En wat speelt er dan nog meer rondom die 69k? Waarom we dat niet kunnen houden is misschien maar goed ook, want volgens Q ligt er boven die 69k, namelijk als we daar langer waren gebleven of we iets verder hadden kunnen doorzetten, een belangrijke zone voor heel veel openstaande shorts. En als we daar dan eenmaal doorheen kunnen gaan drukken, ja, dan zou het natuurlijk een mooie beweging omhoog kunnen gaan inluiden. Dat zou de sleutel kunnen zijn naar het uitbreken uit die driehoeksformatie. De bovenkant is uitbreken als we daar een enorme liquidatiegolf van de shorts gaan zien. Maar dat ligt met name nipte boven die 69k. Misschien mede daarom dus niet hebben kunnen houden. Uh, maar waarom hebben we dan überhaupt toch de beweging initieel naar die 69k gezien? Nou, mogelijk euh, belangrijke uitspraken van een Amerikaanse centrale bankier. Die heeft namelijk gezegd, als de inflatie zo zijwaarts blijft bewegen, ja, dan is er misschien wel helemaal niet zoveel noodzaak voor een renteverlaging op korte termijn. Nou, daar leek de markt initieel wat van te schrikken. De uitspraken die zijn overigens gedaan euh, door een persoon die redelijk bekend staat om dit soort stevige uitspraken. Maar toch zie je dus dat de overtuiging in de markt nog niet groot genoeg is dat we op korte termijn zo'n renteverlaging gaan zien. Dat ze er wat van schrikken. Ja, uh, het is dus nog steeds een vrij uh, poreuze lijntje waar dat we omheen aan het bewegen zijn op dit moment. We moeten het eerst nog maar eens zien voordat de markt het echt lijkt te gaan geloven. Maar dat lijkt er dus een flinke impact op uh, gehad te hebben. Nou, voor Bitcoin zelf lijkt, als we gaan kijken naar de achterliggende data, met name dat uh, door echt de spotmarkt gedreven is, de groei voor een groot deel. Nou, het zou daarna nog een klein beetje dus met de Bitcoin ETF-flows te maken kunnen hebben gehad. Maar in deze lijkt met name een vrij abrupte groei uh, in vraag in de spotmarkt daartoe te hebben geleden. Wat zien we nog meer belangrijk nieuws? Uh, nou, dit bijvoorbeeld Morgan Stanley en UBS, die mogelijk toch op hele korte termijn belangrijke producten gaan aanbieden aan hun klanten. Namelijk de Bitcoin ETF's die daar beschikbaar zouden moeten worden gemaakt. En dat zijn twee serieuze grote partijen die daar echt wel uh, iets in kunnen gaan toevoegen. Dat zijn grote banken en ze zouden dus volgens verschillende insightberichten op dit moment een uh, knokpartij bijna terecht zijn gekomen. Wie er nu de eerste gaat zijn om daadwerkelijk die Bitcoin ETF producten aan haar klanten te kunnen gaan aanbieden. Ja, er zouden al verschillende voorbereidingen voor zijn getroffen. Het zal ook nog maar een kwestie van dagen zijn voordat de officiële aankondigingen naar buiten gaan komen, volgens die bronnen dus. En dat past ook wel in het plaatje, want we hebben bij UBS wel al eerder gezien dat ze hebben aangekondigd dat ze dit willen gaan doen. De Bitcoin ETF's dus toevoegen aan een platform. Nou, Morgan Stanley, die lijkt daar volledig door te zijn wakker geschud en nou vol op gas aan het geven te zijn, dus om de eerste te zijn in deze reis. Uh, of deze race. Maar het lijkt er dus op dat we op hele korte termijn twee hele grote partijen kunnen gaan verwelkomen uh, bij de platformen. die in ieder geval de Bitcoin ETF producten aanbieden aan hun klanten. En dit zijn twee partijen die grote hoeveelheden geld beheren. en grote klanten ook uh, in het bestand hebben staan. Dat zou een hele interessante stap zijn. En natuurlijk, zoals net beloofd, ook het nieuws rondom Ripple. Want wat gebeurde daar nu? Deze piek, dat is waar ik het net over had. Waarmee we dus weer even boven de 60, zelfs de 61 dollar cent uitkwamen. Nou, de waardevermeerdering die hier heel snel ging, is inmiddels ook alweer zo goed als ingeleverd. Maar er is nog steeds wat belangrijks over te zeggen. Want dit had namelijk alles te maken met een aankondiging vanuit Ripple. Dat ook zij met een eigen stablecoin gaan komen. Gisteren ook al een partij gezien die dat wil gaan doen. Nou, nu zien we dus dat ook Ripple hiermee bezig is. Daarmee gaan ze eigenlijk een tweede crypto uitgeven naast XRP natuurlijk. Dus nog hun eigen stablecoin. Nou, dat was de reden voor deze grote, blijkbaar dus kortstondige groei. Het gaat een stablecoin worden, ook in dit geval die gekoppeld gaat zijn aan de waarde van de Amerikaanse dollar. Ze gaan die uitgeven op natuurlijk hun eigen blockchain, maar ook op de Ethereum blockchain. Uh, ze hebben ook al direct laten weten dat dat ook op termijn uitgebreid moet gaan worden. Dus het moet op nog veel meer blockchains beschikbaar gaan worden gemaakt. Uh, maar ze gaan dus beginnen met de lancering op die twee chains. En dat hopen ze later dit jaar nog af te kunnen gaan ronden. Uh, het wordt dus ook weer een exemplaar zoals we dat meestal zien, uh, dat gebaseerd is op de waarde van de Amerikaanse dollar. Daarvoor gaan ze ook daadwerkelijke dollars in contanten aanhouden staatsobligaties, kortlopende Amerikaanse staatsobligaties gaan ze ook als onderpand aanhouden eh, en nog verschillende andere gelijkwaardige activa, zoals ze het zelf noemen. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk bij stablecoins dat dat er ook echt is. Ook daarvoor hebben ze een mooi plan opgesteld. Eh, externe partijen die gaan die reserves constant controleren. En ook maandelijks zullen ze daarvan de rapporten en de bevindingen gaan publiceren. Dus dat zou een hele welkome afwisseling zijn ten opzichte van bepaalde andere stablecoin uitgevers die daar uh, wat minder transparant in laken te zijn. Daar lijken ze dus juist op te willen gaan inzetten. Nou, dat moet misschien ook wel, want de stablecoin markt wordt op dit moment natuurlijk volop gedomineerd door Tether met USDT. Daarna zien we USDC van Circle de grootste is uh, in totaal. 150 miljard, waar we het over hebben. Uh, de, stijgingen, of de verwachte stijgingen zijn enorm. Er zijn namelijk al partijen die spreken over zo'n 2,8 biljoen. Dat we aan stablecoin-markt mogen gaan verwachten uh, binnen nu en vier jaar. Dus ja, dan uh, moet je maar beter goed je best doen om daar natuurlijk tussen te gaan komen. En een groot gedeelte van die taart toch mee te kunnen gaan pakken. Nou, Ripple die gaat het dus ook doen. Uh, past ook wel binnen uh, überhaupt het plan, binnen überhaupt wat zij doen. Namelijk wereldwijde transacties zo snel en goedkoop mogelijk maken. Daar past het natuurlijk perfect bij. Het afwikkelen in XRP uh, kan, dat gebeurt ook. Maar dan ben je natuurlijk toch nog wel een beetje overgeleverd aan de waardeschommelingen daarvan. En met hun eigen stablecoin willen ze dat dus ook gaan afhangen. Nou, dan nog een laatste belangrijk punt. Uh, regelgeving waar je het liefst natuurlijk wel aan voldoet als stablecoin uitgever. Nou, dat is ook precies wat Terra aan het doen is. En ze zeggen ook al dat ze in alle regio's die van belang zijn, de licenties inmiddels al binnen hebben, wereldwijd. Om dit daadwerkelijk te kunnen gaan uitgeven. En daar zullen we het mee moeten doen voor deze week. We gaan het weekend tegemoet met deze stand van zaken rondom Bitcoin en eigenlijk rondom de hele crypto sector. Volgende week, vanaf maandag zie ik je heel graag weer terug. Iedere werkdag op het YouTube kanaal, het Spotify kanaal van Bloks. Subscriben, uh, dat moet je zeker niet vergeten. En ook om de meldingen even aan te zetten, moet je niet vergeten. Want dan ben je er altijd als eerste bij. Nu ga ik je een prachtige avond, prachtig weekend toewensen. En dan gewoon afgesproken, tot volgende week weer. Doeg!